getroffen hebben. Heldere lucht, niet te koud. Prima weer voor voetbal. Ik ben Sieter Vos en hier naast me zit collega Jeroen Guter. Ook jij van harte welkom, Jeroen. Samen zullen we het commentaar verzorgen bij deze wedstrijd. Het is Paris Saint-Germain tegen Derry City. Je bent er nooit voor 100% zeker, maar vandaag ben ik er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het een geweldige wedstrijd gaat worden, Siert. Alleen de doelman nog voor zich. Gaat het iets opleveren? Die komt eruit, pakt hem. Ja, er is een mogelijkheid om hem voor te geven. Ja, nou, weet hem weg te werken. Ashraf Hakimi. En dit is Leo Messi. De beste voetballer aller tijden is ook van de partij vandaag. De GOAT, Messi. Maar is hij dat altijd, Jeroen? Dat is een eerste klas balgoochelaar. Ja, fantastisch om naar te kijken. Ik ben benieuwd wat hij vandaag voor... Nou, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. De bal kan nu voor het doel worden gegooid. En ze hebben de bal weer terug. Lionel Messi. En nog steeds de bal bij Messi. Messi met de doelpoging. Redding en in de handschoenen. Ze mogen de bal gaan ingooien. Zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. PSG heeft zich het afgelopen kwartier ontpopt tot de baas op het veld. En die beslissende treffer kan hier nu elk moment vallen. Anders denk ik dat ze zichzelf ernstig tekort zouden doen. We winnen deze keer. Maria. En de bal niet meer aan de voeten. Een heerlijk steekballetje. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Wijnaldum. Een gelijke stand hier, maar ze dringen aan. Schot om voor te komen. Goal! De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, dik verdiend. Inderdaad, ze heeft te spelen duidelijk beter aan de tegenstander dus. Deze voorsprong is niet meer dan terecht. Dik er is er maar één die het zo goed kan. Hier, Messi met de paas waarmee je de verdediging uiteen speelt. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. En Paris Saint-Germain op de vijandelijke helft. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Steekt die bal maar door. De maag. Redding, maar de bal blijft. Nee, ze hebben hem. Prachtig uithalen. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Dat moet hem zijn voor Di Maria. Die berette de spel gaat door. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Schot geblokt. Dat deed hij eerder ook al. Wijnaldum. Het is rust. De stand is gelijk. 1 tegen 1. Oké, zou dat nu net zo goed? Was het nu net dat er de cameraman zijn hoofd omdraait? Wow, dan weet ik even dat de cameraman zijn hoofd...
tweede kapot was. Hier in Parijs, in het Parc des Princes. En met de bal aan de voeten uit. Oh nee, ze hebben hem. Maar dat kan toch niet? Daar is de voorsprong. De ploeg van zo'n slechte. Die gaat nu aan de leiding. Tja, had u gedacht dat deze ploeg zich even van het veld zou laten blazen? Nou, mooi niet dus. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Goede actie. Het wordt wel een inworp. Zet verder door. Donnarumma, prachtige redding. Goed zo. Zijn we weer goed bezig toch? Het schot komt midden in de 16 terecht. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Balbezit veroverd. Mappe. Nog steeds in aanval. Ja, kans! Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Donnarumma, simpele redding. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Wat gaat hij hiermee doen? Die vliegt erin, zeg. Lijkt wel een karateka. Wat een ongecontroleerde actie. En vol risico. Lionel Messi. Ja, dit is een zelfverzekerde, een aanvallende dribbel van Mbappé. Doelpunt voor Mbappé. En daarmee komt er een einde aan een achterstand. Dat is waar. Daar waren wij. Nou, dit is nou voetbal. Dit is hoe je het doet. Dit is zo knap uitgespeeld. Messi met de paas waarmee je de verdediging op het verkeerde been zet. En Mbappé schiet de bal vervolgens in de korte hoek. Heel mooi genomen die bal trouwens. Messi, ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Oh. Ja, er staat een verloren keeper en die volkomt dan. Ja, terwijl dit toch eigenlijk een zeker doelpunt was. Lekker! Sorry! We hebben hem voor de keeper. Ik denk dat hij hem normaliter wel zou hebben gehad, maar doordat de inzet van richting wordt veranderd, komt hij net niet meer bij. PSG had nog verder willen feesten, maar het spel gaat door. Van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Redding, het spel gaat verder. Wonderbaarlijke wijze binnen de lijnen, gevaarlijke situatie. Eenvoudige ingreep. De voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Mbappé te gretig, buitenspel. Kijk, hier geeft de scheidsrechter alsnog de gele kaart voor die actie. Het stuurt zich goed, hè? Hij laat doorspelen, maar hij heeft het wel onthouden. En bestraft hem dan in tweede instantie. De wedstrijd loopt op zijn einde. En nu? Nu moet het echt gaan gebeuren. Net op tijd ertussen. Die bal is een makkie voor de keeper. Idrissa Gueye. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Mbappé. Geschoten door Mbappé. Hij keert dat schot. Ze staan er al 1 voor, maar vlak voor tijd scoren via deze hoekschop geeft ze nog meer zekerheid.
hoekschop in het centrum geplaatst. En hij komt er van dichtbij over. Goh, dat scheelde niet, zeg. Ja, had ze misschien ook wel ingemogen. Waarschijnlijk een van de laatste aanvallen van deze wedstrijd. Op jacht naar de gelijkmaker. Op de vleugel voor een voorzet. Kunnen ze profiteren van deze pass? Cruciale onderschepping. Dat is het laatste fase. Ze winnen in eigen stadion. Wij hebben gewoon letterlijk gewonnen. Heb je genoten van deze video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog, abonneer onder. En jullie hebben natuurlijk de chapter 3 video al gezien. Hoop ik toch. Als je dat nog niet hebt gezien, ga dan even naar de video van zondag. Dat was aflevering 2 van FIFA. Daar komt daarnaast, daarvoor staat ook dat we chapter 3, seizoen 1, Fortnite hebben gespeeld. Heb je nog genoten van deze video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker als je niks wil missen van FIFA. Want er komt elke dag een FIFA online. Of sorry, ik heb proberen elke dag. En dan zeg ik ze altijd later, jongens.